Magie, bestaat dat echt? Jazeker, dat bestaat echt. En ik wil het nu even hebben over de negatieve kanten ervan. Wat ik niet vaak doe, want ik vind magie is magie. En daar kan je hele mooie dingen mee bereiken. Daar kan je hele mooie dingen mee doen. Maar helaas krijg ik steeds meer aanvragen voor hulp van mensen die te maken hebben met een vloek. Hetzij voodoo, hetzij andere magie. En ik weet ook dat in veel gevallen de politie wordt gebeld. Dit is logisch, want het is wel een vorm van bedreiging. Zeker als je een raar pakketje voor je deur hebt liggen, dat je niet kan thuisbrengen, dat voelt raar. En daarnaast heb je natuurlijk een heleboel andere ellende om je heen. Maar ik weet ook wat de politie doet. Ze maken een rapportje op, nemen dat pakketje mee en dat verdwijnt vervolgens in een kast of wordt vernietigd. En daarna word ik gebeld, of iemand zoals ik, om hulp te bieden, om te reinigen, om de vloek op te heffen. En dat maakt het best lastig als je dat pakketje niet hebt. Dus eigenlijk is het ook een beetje een oproep naar de politie. Mocht je zo'n melding krijgen met zo'n raar pakketje, moffel het niet weg. Ik weet dat het raar is en dat het vaak niet geloofd wordt. Het wordt toch nog steeds als gek bestempeld of het bestaat niet, maar het bestaat wel degelijk. Mensen gaan echt gebukt onder een hoop ellende daardoor. Dus mijn oproepje is ook eigenlijk: krijgt u zo'n melding van voodoo of een vloek? Maak inderdaad je rapport op. Maar ik hoop wel dat ik dan of iemand in mijn plaats toegang krijgt tot dat pakketje. Want dan kunnen wij namelijk makkelijker die vloek verbreken. We kunnen erachter komen wat er is gebruikt en hoe het wordt gebruikt en hoe lang het al bezig is. En wij kunnen dit pakketje ook gebruiken om het te verbreken. Nou lukt dat sowieso wel, alleen er gaat gewoon veel meer tijd en energie in zitten, omdat je niet weet wat er gebruikt is. Dus je moet eerst wat onderzoek gaan doen. Was het inderdaad voodoo of was het een ander soort? Je kan denken aan hoodoo of gewoon westerse magie, noem het maar op. Maar zo'n doos of pakketje maakt het gewoon makkelijker om erachter te komen wat er is gebruikt en met wie er wordt gewerkt. Dus mocht er zo'n melding komen, raad ik toch wel aan om even contact te zoeken met iemand die hiermee bekend is. Nou ja, dat kan met mijzelf. Ik zet mijn e-mailadres hier ook onder. Of iemand die nou ja, hier ook mee bezig is en er verstand van heeft. Want je kan niet zomaar iedereen bellen om die vloek op te heffen. Je moet wel weten waar je mee bezig bent. Want anders kaatst het namelijk ook naar jou persoonlijk terug of naar je naaste. Want dat is het probleem met vloeken. Het treft namelijk iedereen. Het kan overslaan op een hond, op een kind, noem maar op. Het is echt wel een serieuze, nou ja, bedreiging, laat ik het zo maar even noemen. Dus dat is eigenlijk een oproepje die ik doe. Voor de mensen die zo'n pakketje ontvangen met gekke dingen erin, botten, kruiden, kaarsen, noem het maar op. Maak er desnoods eerst even een foto van. Voordat je de politie belt, of bel eerst iemand zoals ik of een ander. Als je maar een beetje bewijs hebt van wat er in dat pakketje zat, of in een brief, of wat je dan ook aantreft thuis. Het zal zelden met de post komen. Het zal altijd waarschijnlijk voor de deur liggen of in de brievenbus zijn gestopt. Maar bel altijd iemand die er verstand van heeft. Want het kan gewoon echt, nou ja, overslaan en een heleboel ellende veroorzaken. Zo'n pakketje is vaak het begin of juist het eind van zo'n vloek. Dus het ligt een beetje aan, nou ja, wat je zelf voelt, wat je meemaakt. Dat er is natuurlijk een hele lijst die ik persoonlijk afloop voordat je echt kan spreken van een vloek. Er komt gewoon heel veel bij kijken. Het kan gewoon pech zijn, het kan geestelijke ziekte zijn, het kan van alles zijn. En daarom heb ik altijd een hele lijst die ik afloop voordat ik zeg van ja, het is inderdaad een vloek. Maar ja, ook voor de politie, justitie, moffel het niet weg, lach het niet weg. Want mensen hebben hier gewoon echt ellende van. En laat dan mensen zoals ikzelf of mensen zoals ik dit oplossen. Maak wel een rapport natuurlijk, uiteraard. Ik heb 17 jaar beveiliging gedaan. Dus een rapport gemaakt moet worden. Dat moet altijd.
Maar zorg wel dat we eventueel, al is het op het bureau of waar dan ook, toegang mogen hebben tot dat pakketje om het sowieso even in te voelen of om te kijken wat er nou precies in zit, zodat we kunnen vaststellen wat er is gebruikt en welke magie, etc. Zodat wij deze mensen verder kunnen helpen, want het is echt serieus een probleem en het komt steeds vaker voor, steeds heftiger. Dus ja, als wij toegang hebben tot zo'n pakket, dan kunnen wij daar gewoon weer mee verder werken. Dan kunnen we dat gewoon inzien. Dat is wel prettig. Voor de mensen die het hebben ontvangen, je kan altijd contact met mij opzoeken. Daar ga ik natuurlijk mee aan de gang om te kijken of ik het kan oplossen. En heb je zelf een idee van wat er is gebruikt qua magie, dan, nou ja, dat maakt het natuurlijk helemaal makkelijk. De meesten springen natuurlijk wel meteen naar voodoo, maar dat is natuurlijk niet altijd de enige verklaring. Er zijn heel veel soorten van magie. Nou, dat was eigenlijk eventjes mijn boodschap en oproep eigenlijk. Van ja, neem het gewoon echt wel serieus, want mensen hebben daar echt ellende van. En wat ik al zei, het kan overspringen op kinderen, op huisdieren en iedereen die ernaast staat, naast die persoon. Nou, dat was hem weer eventjes. Tot de volgende keer. Doei doei!